Hey hoi, Marcel hier. Voordat je straks gaat luisteren naar een nieuwe aflevering van de podcast, maak ik eerst even reclame. Niet schrikken, deze podcast is niet ineens gesponsord, maar ik wil even reclame maken voor mijn boek. Ik heb namelijk een boek gemaakt. De titel is Inspiratieboek Arbeidsmarktcommunicatie. Het is niet een boek dat ik in mijn eentje heb volgeschreven en waarin ik je vertel over hoe ik vind dat je AMC moet doen, maar het is een boek met 137 one-liners over arbeidsmarktcommunicatie, employer branding en recruitment marketing. Die allemaal afkomstig zijn uit de 45 afleveringen. met in totaal 54 verschillende gasten. uit de eerste vijf jaar van de podcast. Bij elkaar geeft dat een erg mooi overzicht van de praktijk van het vakgebied arbeidsmarktcommunicatie in Nederland. Het is dus geen leesboek, het is meer een bladerboek. Het zijn geen leefregels waar je iets mee moet, maar inspiratieregels waar je iets mee kunt. Als je deze podcast leuk vindt, dan is dit boek misschien ook wel iets voor jou. Je kunt het boek overal bestellen. Alle informatie vind je op www.hierisamc.nl. Tot zover deze commerciële boodschap, dan nu naar de nieuwe aflevering. Hey, hallo, Marcel van der Kwast hier. Fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast Hier is AMC: Een serie gesprekken met mensen die interessante dingen doen. in de buurt van arbeidsmarktcommunicatie, recruitment, employerbending, enzovoort, enzovoort. Je gaat nu luisteren naar aflevering 54. Dat is het tweede deel van het gesprek met Tom Rodenburg van Clubgeist BVH en Ronald van Schaik van Kaliber. We gaan verder waar we gebleven waren... met de diepte ingaan over employer branding. Alle afleveringen van de podcast staan bij elkaar op een site. Hier is amc.nl. Daar staan per aflevering ook de show notes. En je vindt daar alles over mijn boek. Ik vind het leuk als je laat weten wat je ervan vindt... en of je nog tips of wensen hebt. Je kunt mij via die site bereiken... of via LinkedIn of andere sociale kanalen. Veel plezier met deze aflevering... en alvast bedankt voor het luisteren. Ik ben nog steeds in Utrecht... Uh, we gaan verder met het gesprek wat in de vorige aflevering gestart zijn met Ronald van Schaik van Kaliber. Ronald nog steeds goedemorgen. goedemorgen. En Ton Rodeburg van ClubGuise BVH. Ton ook goedemorgen. Zeer goedemorgen. Um, in de vorige aflevering zijn wij gestart met ons gesprek: De hoogste tijd voor employer branding. Want er is van alles aan, aan de hand in employer brandland. Veel werkgevers hebben vacatures voor uh, employer branders. Dus er is in ieder geval aandacht voor het vak. Maar wat is dat vak nou eigenlijk? Daar zijn we, wilden wij eens lekker de diepte over in. Nou, daar hebben we in de vorige aflevering een aanzet voor gegeven. En daar gaan we nu mee verder. Um, in de vorige aflevering hebben we een aantal dingen al aangestipt. We, we hebben het gehad over, uh, wat er nou, zijn er nieuwe ontwikkelingen? En wat is er nou eigenlijk in de basis? Het employment, hoe zet je een merk neer? Hebben we het over gehad. Dus die, die vorige aflevering is zeker het beluisteren waard. Als je die geluisterd hebt, is deze als toetje erop ook nog wel lekker. Want we gaan gewoon verder. Um, een onderwerp wat wij de vorige keer hebben doorgeschoven, waar ik nu mee wil beginnen bij jullie, is helemaal in de basis. Hè? Van wie moet nou het employer brand zijn in een organisatie? Ga ik niks aan toevoegen? Een lekkere open vraag. Ja, voor mij evident. Als je de definitie relatie met talent zo benoemt, zoals ik het zie, dan is het uh, chef Zagge, zoals dat mooi heet. En dan zeg ik, degene die het team bouwt, degene die het bedrijf bouwt, die, die mensen aan zich wil binden, die mensen wil aantrekken, die, die zich daarvoor verantwoordelijk voelt. En ik hoop dat dat, dat is natuurlijk vaak gedelegeerd, misschien een stuk van help me, HR, meneer of mevrouw. Uh, maar ik denk dat er maar één is die zegt, ik bouw mijn team. En dat is de ondernemer of de, de eigenaar of de bestuurder zelf. Die uiteindelijk moet zeggen: Is het naar mijn zin? Heb de ik bouw ik, de club, ja, ja. bouw ik de club die de markt, die, die, die iets in die markt kan betekenen? En dan bedoel je eigenlijk gewoon grote, dus kleine hoogste. De, 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 de hoogste baas, uiteindelijk, bottom line, bouw ik een prachtig bedrijf. En, en een prachtig bedrijf bouw je met mensen. Dus heb ik mijn capaciteit om die mensen te, bouwen, te verbinden? Is die goed genoeg? En dat dat vervolgens gedelegeerd wordt in aannemen van mensen, ontwikkelen van mensen richting HR. Uh, hè, maar er zit gewoon een vacuüm in dat eigenaarschap van employer branding, denk ik. Soms ook bij lijnmanagement, die zich dat veel bewuster zouden ja. kunnen zijn. Maar, maar wat jij zegt, hè, dus, dus in het begin van jouw definitie uh, ging je de kant op van degene die uh, nou, verantwoordelijk is voor de band met het talent. Ja, die, ik de denk de dat dat, die de club houdt. Ik denk ja. dat dat nog niet bij iedere organisatie op het hoogste niveau zit. Nee dan dat... heet het misschien wel anders. Dan heet het een cultuur bouwen. Of dan heet, heet het in management worden de effectiviteit van de organisatie. Weet je dan krijg je vaak hele lelijke woorden. En maar in feite, de effectiviteit van mensen is gewoon. iets vertaald naar mensentaal. Is hebben we er zin in? Ja. Doen we wat? Presteren, presteren we hier met elkaar iets? En, ja. en dat is de club bouwen. Okay. Dus, ja. oké, okay, jouw antwoord. Ja. Uh, het hoort bij de hoogste baas. Ja. Dat is uh, Ronald. Van wie moet het employer brand zijn? De hoogste baas, Marcel. Ook me, volledig mee eens. Okay. Maar dat is, dat is moeilijk. Omdat, en in sommige gevallen is het makkelijk. Um, als het een organisatie is die voortkomt uit een zelfstandig ondernemer... dan neemt hij altijd zijn hart mee. Dan, he, dan zit er altijd ja. iets van zijn ziel zit in die organisatie. En dat levert per definitie, is dat een groot deel van de cultuur. En dat is, uh, nou, de grote voorbeelden, de Pieter Zwartsen, ja. Richard Branson en zo... die hebben we allemaal gehad natuurlijk, dus het hoort... Het ligt automatisch ook voor een deel bij hen. Dus daar hoef je weinig discussie over te voeren. Echter, er zijn ook organisaties waarbij niemand de baas is, behalve dan de shareholders. De aandeelhouders. En dan moet ja. je het gaan organiseren. Ja. Dan wordt het vaak verkeerd georganiseerd. Dan ligt het bij HR bijvoorbeeld. En HR is een. een, die, staan, ja, het is een ander, die hebben andere competenties. Uh, die houden zich ook op een iets wat andere manier met dat vak bezig. Zitten ook vaak hun belang is ook vaak een beetje anders omdat zij moeten. Ja. Uh, en zeker als er druk is vanuit de business, ja, die zitten te hameren op: ik heb capaciteit nodig, ik heb capaciteit nodig. Alleen inhuren van capaciteit, ja, dat is een vrij instrumentele benadering van ons vak natuurlijk. Uiteindelijk is het zo dat als het gaat over dat verschil tussen recruitment en employer branding. Employer branding, daarbij gaat het erom dat je het gevoel: ik wil daarbij horen, die aantrekkingskracht, dat je dat groter maakt. Nou, dat kan je niet laten financieren door de, uh, door de business. Kan je niet laten financieren door middelmanagement, om het zo maar te zeggen. Dat moet op een hoger niveau belegd worden, want het is eigenlijk. Het allerbelangrijkste wat je in huis hebt. Er zijn maar twee dingen belangrijk binnen een, binnen een succesvolle organisatie. Dat is oh enerzijds, Is dat? We moeten onze spulletjes verkopen. Dus consumenten, klanten. De andere is met wie gaan we dat doen? Dat zijn de twee dingen. Alleen die mensen, ja, die delven dat onderdeel, dat delft vaak het onderspit tot het nu toe. Ja. Dus dat is het goede van deze tijd, van het probleem wat nu ontstaat, dat dat ja, uh, de hoog op ja. de agenda komt. Ja. Maar, maar als, als je, jullie zeggen allebei, um, het employer brand hoort de verantwoordelijkheid te zijn van de hoogste baas zo hoog mogelijk de in de organisatie. Ja. La, laat ja, dat, absoluut, absoluut. Als je, want daar was je al een beetje mee begonnen, je ziet in de praktijk vaak dat de verantwoordelijkheid voor het employer brand ligt of bij recruitment, of bij HR, of bij corporate communicatie, of ja. meestal in een soort vage samenwerking vare tussen mix. die. En dan wordt ja. het natuurlijk helemaal interessant. Ja. maar Noem eens het probleem wat er kan ontstaan als, uh, als het employer bent alleen bij HR ligt. Wat, wat voor probleem ontstaat er dan? Komen straks op die andere twee. Ja, um, de, ik de, denk... ja. ja sorry Ton, ga jij maar even. Ja. Lachen. Nee, maar ik denk, weet je wel, in hoeverre is, heeft HR grip op gedrag? Want wil je, je komt voor een merk en je gaat vanwege de baas. Uh, dus kijk, heel sterk HR noemt zich eigenaar van de cultuur. Dan, dan heb je top-HR. Die zeggen, ik bouw die cultuur. En die, die weten ook wat ze met leiderschapsontwikkeling... Zo zijn die vandaag de dag in goede gevallen ook bezig. Zo zie ik echt ook meerwaarde van HR steeds vaker ontstaan. Ja. En die zijn met leiderschap. En waarin dit soort bewustzijn op... Ja, hoe bind je mensen? Hoe inspireer je mensen? Dat is het nieuwe leiderschap ook. Wat, hoe laat je ze vooral ja. vrij? Hè? De, 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 de band de, met de, de, de eigen hele stuk van in plaats zeggen wat ze moeten doen... Ze faciliteren. Hè? Dus dat hele nieuwe leiderschap... Dat wordt ook wel mee aangestuurd. Dus HR vervult een hele belangrijke rol als ze het goed doen. Ja. Dus, en dat dus, dus kunnen ze heel veel. Maar ja. de, 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 ik zou zeggen, de positieve kant hiervan is dus HR hoort zeker betrokken te zijn maar bij het Maar dan is eigenlijk brand, HR maar... de baas, want die kunnen tegen de CEO zeggen. Als je dit niet goed doet, dan ontsla ik jou. Maar dat, dat is een beetje gekke uh, maar, maar de andere kant op denkend. <laughs> de andere kant op denkend <laughs> um, als HR te veel alleen verantwoordelijk is voor het employer brand, wat missen we dan? Wat gaat nou ja, er dan mis? Ik, ik wil even nuance brengen, want je hebt HR en je hebt HR. Ja. Uh, en daar zit een heel groot verschil in. Als HR vanuit oudsher nog voortkomt uit het vroegere personeel en organisatie, dan is dat vrij instrumenteel. Zeg maar de, uh, de moderne visie van HR is veel betekenisvoller. En als je dat hebt. Ja. En HR is intelligent genoeg om te zeggen: Oké, okay, als we dus dit merk aan het bouwen zijn. Intern, dus op basis van onze identiteit, en dat gaat verder dan alleen maar de procesmatige kant, dan moeten we ervoor zorgen dat we dat op de juiste manier naar buiten gaan brengen. Wie hebben we daarvoor nodig? Uh, en dat is een groot verschil tussen HR en HR en HR en HR. Er zijn bij verschillende, uh, ook bij onze opdrachtgevers, zijn er mensen. Die staan ook echt ergens voor. En als je, die, als je Janine Vos hoort praten ja. van de Rabobank. Ja, ja, ja. Denken, wauw, ja. die, die snapt wel waar ze naartoe wil. met zo'n hele grote organisatie. Maar die zegt ook: van: ja, dat lukt mij alleen als ik een plaats in de boord heb. Ja. Ik, dat moet in de boord. Ja. Nou, dus je hebt stevig HR, die gaan ook ergens voor staan. Want die, die, vinden, die zijn ervan overtuigd. en dat hebben ze ook in hun haarvaten zitten. dat het. Bedrijf meer betekenis heeft dan alleen maar de diensten of de, of de producten die ze verkopen. Uh, en dat moet ontdekt worden als je daarvoor gaat staan, dan ligt het ongelooflijk goed ja, bij HR. Ja, ja. Als HR nog uh, zich met name laat sturen door processen, want het is het, is het andre, menteel, andere, ja, andere ja. type van HR. Dan, dan moet je je zorgen gaan ja. maken ergens. Ja. Maar, maar oké, okay, de, 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 de andere bloedgroepen die je bij je employer brand moet betrekken, laat ik ze even voor het gemak noemen, recruitment en communicatie. Um, wat heeft HR als toegevoegde waarde nodig van recruitment? Um of als ik hem iets anders stel... Uh, wat, stel hem eens een beetje anders. Wat Zor gebeurt er krijg. als HR te veel... Uh, uh, alleen een plan trekt op het employer bent en te weinig recruitment erbij betrekt? Wat ja, gaat er dan mis? Ja, dat kan niet. Ja, je hebt recruitment er absoluut voor nodig. Ja. Maar recruitment moet ook eisen stellen aan, uh, aan HR... of degene die zich bezighoudt met... employer branding, arbeidsmarktcommunicatie. Want recruitment zou moeten zeggen... ja, jongens, ik heb een verhaal nodig. Ik heb iets nodig... Wat, ja. wat ik vast kan pakken, waar ik op kan leunen, zodat ik ook ja. verder kan dan alleen maar proberen die functie te slijten. Ja. ja, dus re dan, recruiters dan dan zijn, de, binnen? dat zijn echt de chief storytellers aan de buitenkant. Ja. Dus zij staan op het podium, zij, zij verbinden als eerste. Dus ja, zij, zij zijn als. Ja, als zij dat verhaal niet kunnen vertellen en niet de eerste vonk kunnen overbrengen, dat, dus je, recruitment is, is gewoon. Is zijn de storytellers die gewoon daar buiten dat evangelie ja. van je club? Maar jullie zeggen net niet: het employer brand moet bij recruitment liggen. Je plaatst hem er Nee, zijn, zijn recruiters zijn eigenlijk meer... Zijn onderdeel van de communicatie van, ja. uh, van het merk... richting de persoonlijke communicatie... in gesprekken, uh, ja. op campus, ja, en uh, ik denk, in de eerste triggers. Uh, en ik denk, eigenaar van een van de belangrijkste problemen... die je als organisatie moet oplossen... dat er genoeg instroom binnenkomt. van dat mensen is, binnenkomen, ja. Dat, dat vind, is, ja, dat, dat vind ja. ik altijd bij employer branding. Ja. Je, hebt, je hebt ook wel een probleem nodig om ja. op te lossen. En het probleem is natuurlijk... wat, wat het nadeel is voor, denk ik, recruitment... is, we zijn natuurlijk allemaal ook... van recruiters in uit lid geweest. Dan hadden we ook... Hadden we eigenlijk ook de gedachte toe Inspire Recruitment? Dat het ook. Recruitment is een strategisch vak voor ja. de beste recruiters. Die snappen uh, hun. Uh, en dan is employer branding, die only long-term recruitment. Dus als jij vandaag de hele dag in data zit. en, en uh, allerlei uh, dingen wegzet. en cv schuift. dat is natuurlijk ook een onderdeel van de recruitmentrol. Maar de top recruiter, die weet. Uh, ja, die, ja. die is gewoon. Uh, met dat grote verhaal bezig... en hoe hij dat grote verhaal op de podia krijgt... Ja. Uh, kan verbinden. Eigenlijk maar weet je wat ik zo grappig vind, Tom? Ik was afgelopen week was ik bij... Uh, of tenminste, afgelopen week... dat ligt er een beetje aan wanneer dit <laughs> uitgezonden wordt natuurlijk. Ik was laatst <laughs> <laughs> bij e Recruitment. En daar viel me wel op dat het... dat uh, de verhalen op het podium gaan over zoveel... Rationele zaken. Ja. Techn het gaat over ja. grafieken ja. en het gaat ja. over cijfers en ja. het gaat over onderzoeken waarbij ja. men ja. ook zegt van, ja, data gedreven Ik hire. vind het prima ja. om online sollicitatiegesprekken te voeren en dan denk je van een online sollicitatie, ja. dan is alles is een soort. dan is werk in één keer een transactie geworden. Ja. 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 En, en dat gaat er, of nou, dat gaat er mis, wil ik niet zeggen. Daar is ruimte voor verbetering nou, als u, het gaat over recruitment. Ja. 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 Want. Uh, je zou juist die andere kant ja. moeten laten zien. Uh, waarom wil iemand horen bij jouw club? Ja. Wat is dat dan? En, dus... en wat dat betreft ja. is het vrij eenvoudig. Het ja. is een heel eenvoudig rekensommetje. Op elke, uh, elke IT-er. Heeft 136 vacatures ja, waar hij uit kan kiezen. Ja. Nou, waarom, waarom zou ik, moet ik bij jou? Nou, ja. ik, ik, het is wel grappig. Ja. Ik heb uh, af En, en toe dat zijn een, niet de producteigenschappen van een vacature, net zoals dat je ook niet kiest voor een bepaalde auto op ja, basis dat van het, Dat is overal. hetzelfde. Het is allemaal ja, het, het allemaal, Waarom zou ik. Ja. Employer branding is het antwoord op de vraag, ja. waarom zou ik? Ja. Weet Waarom dat dat, oh, ja, zou ik? Maar, ja. maar, okay, maar dus, dus dat is het probleem, tussen aanleidingstekens, als we het employer brand te veel aan uh, alleen recruiters overlaten. Ik wil hem even afmaken, uh, want we hebben ook nog communicatie. Mm -hmm. Waarom uh, moeten die niet verantwoordelijk zijn voor het employer brand? Wat is communicatie? De afdeling communicatie, de... de, de, de ja. Die houdt zich bezig met commerciële communicatie. Die houdt zich bezig met corporate communicatie. Die houdt zich bezig met voorlichting. Die houdt zich bezig Laten met. We, ja, nou ja, meestal is dat toch in één. Uh, is dat redelijk bij elkaar georganiseerd? Ja, ja. Oh, corporate communicatie, moeten die vanuit dat één merkgedachte. Moeten die niet ook verantwoordelijk zijn voor het brand? Nou, die moeten er zeker bij betrokken zijn. Maar je Manier, ziet. Meneer de... was dat mijn vraag? Nee, ik weet maar... niet precies wat jij wil horen. Wat gaat er mis als die er alleen verantwoordelijk voor zijn? Dat is een beetje hoe we hem nu uit elkaar aantrekken. Want tuurlijk komen we erop uit dat ze er allemaal bij betrokken moet zijn. Maar ik wil ja. een beetje voorkomen ik dat. Ik kom eigenlijk grappig genoeg nu je die vraag stelt. Ik kom nergens tegen dat zij er als enige voor staan. Nee. Dus het is... ik, ik, zit, we zit, ik zit in ieder geval altijd aan tafel met de combinatie. Ja. En waarin eigenlijk in 90% van de gevallen ook uiteindelijk HR en recruitment wel uh, deze klus, deze verantwoordelijkheid hebben. En, en communicatie meer vanuit hun skills en hun ja. ervaring. He, dus, ik, ik, he, dus wie is de chief marketing officer? Die, die zit vaak veel meer aan die commerciële kant. Maar zou ik kunnen zeggen, wie is de chief brand officer? Is misschien wel de CEO weer, ja. waar, waar dat bij elkaar komt. En want ik ben een fantastisch merk. Waar dat bij elkaar komt, ons zijn de beste merken ooit. Ja. Nou ja, maar en, en waar en dat ik... niet een geel petje naar de arbeidsmarkt en een blauw petje naar de business, maar gewoon vanuit één ziel, vanuit één verhaal, ja. de hele wereld bestormen. Dat en. Ja, weet je, dat doe je samen. En dat... Nou ja, maar dat, en uiteindelijk, tuurlijk, weet je, komen we hierop uit. Alleen ik trek hem bewust eventjes ja. uit elkaar. Want dat het van iedereen moet zijn en dat iedereen zich ermee bemoeit... is natuurlijk een recipe for disaster. Maar want... in de praktijk ja. zit communicatie bij mij altijd meer uh, pragmatisch aan tafel. Maar, naar we... okay, maar nog maar. platter ja. gezegd, naar welke afdeling sturen jullie het vaakst je factuur? Praktisch altijd naar de, de HR-budgetten. En dat is overigens ook de. Kom ik kom gelijk op het volgende thema. eigenlijk de manko van dit vak. Voor een deel. Ja, maar we moeten nog even niet naar het volgende. <laughs> nee, we, nee, we gaan naar het volgende <laughs> even. Ja, ja, ik ik maar, ga maar, nog heel even iets ja, zeggen op wat je. Als het van iedereen is, is het van niemand. Precies, precies. Ja, dat, en daar ben ik helemaal met je eens. Waarom moet je ook zo zitten duwen? Ja, want, dat doe je heel goed. Um, maar als het bij iedereen ligt. Dan wordt er geen keuze gemaakt. Nee, en dan is er Wanneer het het allerbeste werkt... en dat zie ik dan bij, bij uh, Bol.com bijvoorbeeld... die hebben de zegen gekregen vanuit de boord... Uh, ga dit regelen, autonoom. Dus dat ligt bij dat employee branding team... waar HR en recruitment allemaal een deel van uitmaakt. Dus dat, maar zij hebben dat... en natuurlijk moeten ze dat toetsen met, met, uh, uh, met ja. communicatie... Ja. Maar zij kunnen dat zelf gaan vormen. Die autonomie is ongelooflijk belangrijk. En als je niet een voortrekkersrol daarop kan nemen. Vanuit je eigen visie hoe je die arbeidsmarkt moet gaan benaderen. Uh, en je gaat overal goedkeuring halen. Dan wordt het beige. Ja. Ja. Dan ja. wordt het gemiddeld. Dan wordt het een. En dat is. Dat is het, nou, het dit gaat is wel. Er, dus, ik dit vind het een hele leuke, hele leuke. Maar ik, ben, ik, ik, ik vind ook in de categorie van al die employer brand managers die jij in het begin van dit verhaal noemde. Hoeveel mensen zouden er in die rol? Uh, jij krijgt het employer brand, maak het. Ja. Hoe je het wil creëren, verbouw het pand, verander de cultuur. Dat, dat is heel spannend. He, of is het instrumenteel? Is dan toch nog steeds in de praktijk employer brand manager... iemand die de communicatie doet? Die de, re, uh, noem vaak het maar tactischer, zo, maar de, 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 de recruitment marketing doet? Ja, het is de, dat zo. Maar zolang het, er, zolang het iets is wat er een beetje bij uh, gedaan wordt... Ja. is dat ook ja, wat je ervoor ja, terugkrijgt, ja. 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 Want ik, ik, ik moet vind je eerlijk het heel... zeggen, ik vind dat misschien wel het leukste van mijn vak... is dat ik binnenkom met het petje van toch communicatie... Hè, van we gaan een verhaal vertellen, maar dat ik altijd mag... Duwen en trekken aan dat betere verhaal. He, dus, dat zou leuk, ik heel, dat, leuk, ja, zou ik heel ik. leuk vinden, ook als je Employer Brand Manager bent. Dat je denkt: van, ik wil mijn verhaal in dit bedrijf beter maken. Nou ja, ik denk dat je als, als. Een van de eigenschappen van een ja. Employer Brand is volgens mij dat je met je verhaal onder je arm de Hele organisatie door moet exact, kunnen wandelen en exact. overal, ja. uh, overal eigenlijk uh, aansluiting moet gaan brengen ja. en zoeken. Of kan ja. dat beter hier? Dat, ja, of dat is nog leuker. Wat hè? kan ik vanuit kan het dat verhaal betekenen ja. voor jullie? Weet ja. je dat ja. dat, ja. maar dat, dat is natuurlijk ja. wel een soort, een soort, soort ja, mentaliteit ja. Ja. is het dan bijna. Ja. Ja. Maar, maar wat, want, Goal, wat ik een beetje Leuk. wat ik een beetje uit jullie verhaal haal is uh, de verantwoordelijkheid voor het merk zo hoog mogelijk in de organisatie. Alles of het nou recruitment of het nou HR of het nou communicatie, of corporate communicatie hoe we het ook noemen. Die moeten vooral allemaal... hun eigen... Uh, uh, ja, heel Broer. plat gezegd, hun eigen ja. ding doen. Ja. Want dat is waar ze voor zijn en waar ze goed voor zijn. Alleen, je moet ze... Uh, uh, on-brand zien te, te, te houden... of krijgen of... Ja, Rob, zorg dat, dat ze, ze vanuit het merk... hun... hun ding gaan doen. Uh, is, of is dat... Uh, uh, ja, ik... Mag ik een alternatieve... Ja, graag. Uh, oplossing graag. goed uh, voorstellen? Ja. Uh, Aangezien eigenlijk het vak opnieuw gedefinieerd wordt, heeft het ook een nieuwe plek binnen de organisatie nodig. Dus we proberen het nu te frotten binnen ja. de, de oude structuren van een organisatie. En eigenlijk zou je, uh, zou je dat gewoon een nieuwe plek moeten, uh, moeten geven. Nou, doe. Uh, en dus. Natuurlijk moet het on-brand zijn, maar het moet niet een kopie van het brand zijn. Uh, als je het. Uh, als je het corporate brand. Uh, neemt, uh, dan gaat het er ook vaak om. En dan heb je het niet over consumentenmerken, hè? want consumentenmerken daar zijn we weer wat anders aan het uitstralen. Corporate brand is met name ook toegankelijk maken zodat je nou ja, informatie ter beschikking stelt als het gaat over je stakeholders en de pers en et cetera. En als het gaat over het employer brand, ja, dan moet je iets voelen. Dus ook in de uitwerking gaat het ook over, maar en hoe beweegt het en hoe ja. komt het over en wat is kleurgebruik? Je ziet daar hele leuke kleine signaaltjes van, eh, van deze beweging. Die, er is ooit uh, uh, Southwest Airlines, de tweede one to watch, zeg maar. Die hadden ooit, die hebben de hele afdeling HR ontslagen en uh, vervangen door de afdeling talent. En dus heb je soort marketing en talent, business en talent. Twee grote, ja. waar alles bij elkaar komt. En wat ik zelf een hele leuke rol vond, mijn vriend Chris Kersbergen had, die ooit bij Nationaal Nederlander, die was uh, Chief Employee Engagement. Ja, en dus waarin je zegt: van nou dat trek het ook bij elkaar in één rol, die gewoon de cast, die cast Employee Experience, ja. de manager Employee Experience. En waarin je zegt: van ik, ik ga gewoon die hele beleving ja. en daar ontstaan die verhalen vanzelf uit. Ja. ja. Ja, dus, je moet dus dit soort opnieuw, nieuwe... Ik vind ja, dit soort nieuwe, die, vind ik ja, heel, heel toch, spannend. Maar leuk. jouw nieuwe ja. plek, Ronald, waar zou, wat, wat zou die dan zijn in de organisatie? Als je hem helemaal Krijg, vrij mag invullen. Ga ik een nieuwe plek? Nee, nee. Ik wil helemaal <laughs> niet weg. Nee, maar jij zei net... We gaan het niet binnen een bestaande organisatie. Er moet een nieuwe plek gecreëerd worden voor het employer-band. Wat, wat uh, ja. ons omschrijven mis Ja, maar dat is niet voor elk... Er nee. is... Uh, niet elke organisatie is hetzelfde. Nee. Als je gaat kijken naar hoe een... Groot deel van de grotere organisaties uh, georganiseerd zijn, dan is dat tot stand gekomen door decennia groei. En dat heeft een bepaalde verhouding gekregen. En dan is er nu, zeg maar, het nieuwe Elan van employer branding, moet daar een plek in krijgen. Nou, die moet je eerst realiseren wat dat eigenlijk is. Ja, en dan ja, moet je eigenlijk uh, moet de organisatie zo maakbaar zijn. Dat je ook kan zeggen, oh, gezien de nieuwe omstandigheden en waar we mee bezig zijn en de, en de marsroute die we gaan uh, lopen, is het dus belangrijk om het op deze manier georganiseerd te krijgen. En dus moet daar iets nieuws worden. Ik zit in een heel grappige gedachte. Ik wil hem dus loslaten, want anders dan is hij weg. Maar grappige gedachte is is het employer brand niet van iedereen? Laat ik zo zeggen, zou je niet iedere manager, behalve een marktverantwoordelijkheid, ook een employer brand verantwoordelijkheid? Dat is in, in feite is talent verantwoordelijk. Managers zijn in de lijn ook verantwoordelijk voor hun team. Kijk, en dan is het semantisch: hè? Van noem je dat dan ook uh, employer brand verantwoordelijk? Dus dat er ook een KPI staat op. Uh, en die stalen natuurlijk via MBO's en dergelijke: van op engagement, betrokkenheid, ontwikkeling. Jawel. Jawel. Dus nee, in feite, nou, op, het, niet, operationeel... hij het, het heet niet zo, maar hij is natuurlijk wel. Hij is dat het wel. Klopt. Hij Ingenie is, is verantwoordelijk ja. voor, voor het merk en ja. het werkgeversmerk. Ja. Dat klopt, maar op welk, op welk niveau is Word dat dan? Wordt het ook? gestuurd, ja. 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 Okay. Kijk, en de, de keerzijde is dat uh, wij werken ook voor Jumbo een fantastische plek en daar voel je ook... Ja, dat is een familiebedrijf, nou, dat komt. Daar zit een hele andere organisatorische drijf achter natuurlijk. En, en dat, als je daar binnenloopt, dan voel je dat ook. Zij vindt, dus ik vind dat uh, Jumbo die heeft de meest spraakmakende employer branding... arbeidsmarkt ja, case van het jaar gemaakt. Dat vind ik persoonlijk. Um, daar hebben ze nauwelijks een bureau voor nodig gehad. Dat, heb, dat komt uit hun eigen JTNA. organisatie. Ja. Dus dat heeft ook te maken met... Uh, waar, welke vrijheid krijg je? Uh, en of je dan een je HR of recruitment, of, ja, dat weet ik niet zo heel goed. Maar wat is je speelruimte? Voel je dat? Voel je ook dat je die kant op mag gaan? En, 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 en kan je het dan ook organiseren? Ja. Nou, er zitten ongelooflijk talentvolle mensen, maar talent komt in de, in de aansturing daarvan. Maar talent komt ook voort uit: voel je je gesteund? Ja. En dat. En dan ontstaat er dus iets fantastisch. En wat ze gedaan hebben, is uh, ingespeeld op de levenssituatie van, uh, van de mensen die ze nodig hebben uh, uh, in de supermarkten. Dus zeg maar de cashiers en de wakkervillers uh, de en dergelijke. En ze hebben ingetapt op de stress van hun doelgroep, namelijk net zo voor eindexamen. En ze hebben Bente gevraagd om daar een nummer voor te maken. En dat speelt er op, die, op fantastische manier op in. En dat nummer eindigt met 15 minuten binarial sound. Wat je ongelooflijk weer in staat stelt om beter te studeren. En dat hebben ze intern hebben ze dat ook goed weggezet. Want ze hebben hun eigen mensen daar ook weer bij betrokken. Het is aan alle kanten, is het rond. Is het, um, en, en je voelt ook, het komt uit het merk zelf. Ja. Jumbo begrijpt mij. Ja, ja. Nou, die zorgt voor. Dat haar. Die, geheim, wil zorgen, die wil echt oprecht zorgen voor haar mensen. Dat ja. ze wel met plezier en zorgeloos kunnen werken. Ja. En dan, dan ontstaat vanuit dat diepe drive. Ja. ja. ontstaat dat idee. Hè? Dat is toch dat fantastisch. Is... Ik heb. Uh... Nou, een paar keer geprobeerd een subtiele overgang te doen. Ik ga nu een wat lompere overgang doen. Kijk uit. Oh, sorry uh, dat wij als subtiele overgang helemaal niet aan. Nee, nee, net is het een paar keer hartstikke gelukt om jullie subtiel op een ander onderwerp te krijgen. Nu wil ik. Er is nog één onderwerp waar ik echt vind dat we even bij stil moeten staan. Dat is, uh, dat is creativiteit. Want je hebt natuurlijk, weet je, als wij het, het samenspel schetsen van alles en iedereen die eraan werkt, uh, waar het kan liggen in een organisatie zonder dat er één oplossing is, weet je dat uh, dat zijn allemaal belangrijke zaken. Eentje waar we het ook zeker over moeten hebben is Jullie zijn allebei van een, van een bureau wat aan employerbending doet. Um, er komt een paar keer langs. Uh, het is extreem van de organisatie zelf. De energie. Wat wil je betekenen als werkgever? Dus hoe zit dat? Um, zonder nou heel plat de vraag te stellen: waar heb je een bureau voor nodig? Of waar heb je iemand voor nodig? Wat kun je als organisatie zelf doen? Die vraag is eigenlijk te lomp, maar, zo, maar die wil ik eigenlijk wel stellen. Wat heb je nu? Waar moet je als organisatie. Wat is van jezelf ja. en waar moet, je, waar moet je de, nou ja, misschien wel heel plat de creativiteit oh ja. van bureaus zoals jullie uh, voor, voor gebruiken? En dan zitten we niet hier om reclame te maken nee. voor bureaus, maar veel meer over het ja. fenomeen. Hoe ga je het Wat organiseren? Heb je nodig? Ja. Ah, je hebt twee dingen nodig: de great story, wel, even, ik sla hem heel plat. De uh, great story, als je er middenin zit. Zie je niet meer je eigen verhaal. Dus dat is de ogen van de buitenstaander, de ogen, die, de ogen van een stratege, van een denker, die, die meerdere dingen heeft gezien, die bijzondere dingen opvallen. En dat is gewoon de, de, de frisse blik. En, en dat is één. Maar twee, dat is, dat is echt ons bestaansrecht. En dat is het allermoeilijkste. En ik zit er al 30 jaar of 25 jaar ook, weet ik veel in. Maar dat is elke dag nog klooien, vrikken. En dat is wel tollt. En wel tolt is niet zeggen wat het is. Want dat kan iedereen. Dus dat zien we ook in al die vacature teksten. Iedereen kan stukken tekst schrijven en iedereen kan iets opschrijven. Maar slechts weinig is gegeven om. dan komt het ding het hart te raken. En dat is uiteindelijk. Uh, of, of bij wijze van spreken de ene samenvattende zin. Dat is ook een kunst. Je, zegt, je hebt zoveel zinnen, zoveel dingen, maar wat brengt alles samen? Nou, Zet het nou eens in een, een helder ding wat iedereen begrijpt... en wat inspireert ja. en wat koers en richting geeft. Dus in die samenvatting zit een uniek talent. En, maar met name zit een uniek talent in... Raakt het? Ja. Uh, wil je delen? Weer, weer even naar het onderscheid in ja. de, 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 de vorige aflevering ja. tussen het brand en de branding. In allebei de fasen zoals jij het omschrijft, is, is het. Is het heeft het bureau Sponsen. waarde? Zeker. Ja, ja. Ja. Uh, wat je hoort, ja. goed vertalen en ja. ook in hoe je naar buiten ja. gaat. Ja. En ook in dat proces manager uiteindelijk. Ja. Want we trekken nee, het ook in een proces wat, wat gewoon meters maakt, ja. wat ook iets veroorzaakt. Okay. En, uh, ja. Ronald, wat, uh, hoe zou jij die vraag beantwoorden? Um, nou, de, de spiegel, dat, dat ben ik heel, helemaal met je eens. Um, ik denk dat je een bureau nodig hebt om ook uh, gewoon even uit je eigen tun tunnelvisie te komen. Dat is, als je elke dag bij een organisatie rondloopt, dan, val, het gewoon, dan, lijkt het ja, gewoon. dan vallen bepaalde dingen helemaal niet zo op. Dus je hebt een bureau nodig wat eigenlijk met je meekijkt vanuit de buitenkant en denkt van. Heb je eigenlijk wel door dat dit eigenlijk uh, een soort perk is, een onderscheidend vermogen is wat je kan inzetten? Ja. En je hebt een bureau nodig die zegt, uh, die keuzes maakt. Die zegt, oké, okay, dit en dit en dit zetten we in de punt. Ja. Dat laten we verder uh, op de tweede laag, laten we dat verder invulling geven. We geven daar bewijslast door op een authentieke manier. Op de derde laag gaan we dat. Dus dat is het strategische deel. We gaan dit, dit ja. vraagstuk gaan we op deze manier afpellen. En dat gaan we op deze manier oplossen. Je hebt creatie nodig om dat ook te vertalen tot iets wat ook echt raakt. Dat vind ik zo mooi als we dan... Dat is een van de mooie dingen van het vak. Is dat als je dan binnenloopt en dus je mag rondsnuffelen. En je komt er dan in één keer achter van, oh ja, dit, dit is fantastisch, dit is fantastisch. En dan uh, maken we daar een manifest van. En je legt dat terug. Dat mensen in één keer kippenvel ja, krijgen trots, van trots. Oh. Traantjes ja. in de ogen ook. Ja, al Terwijl je ze eigenlijk ja, ja. voor jouw gevoel iets vertelt... waar ze elke dag in zitten. Dat klopt. Ja. Ja, ja, ja. Dat klopt. Ja. Alleen, dat moet men zich eerst ja. nog... Weer, gewoon even ja. terugvoelen natuurlijk. Ja, ja. Ja, en dan heb je een basis waar je een kapstok van kan maken... zodat ja. Ja. alles wat je doet ook bij elkaar optelt. Ja. Van wie is het? Het is niet van ons. Nee. Alleen, wij faciliteren als bureau eigenlijk alleen maar... zodat je je ware zelf kan zijn natuurlijk. En dat is... Dat is het allermooiste van, van het werk wat we doen. In feite is het zo. Uh, wij werken voor het notariaat. Dat vind ik mis, misschien wel een grappig voorbeeld. Uh, en als je het hebt over het merk, het notariaat. Dan laten we even ervan uitgaan dat het merk inderdaad een stelsel van associaties is. Nou, roep maar. Wat denk je bij het notariaat? Ordners. Ordners. <laughs> Stalenkasten. Stalenkasten. Een nee, keer ja. hetzelfde hypotheekgesprek. Ja, duur. Oh. En ik, als ik naar buiten kom, dan denk ik, oh, wat ben ik dom eigenlijk. Maar ik, ik geloof dat het wel in orde is. Ik weet niet zo goed ja. wat er gebeurd is. Het heeft me heel veel geld gekost. Ja. En ik geloof wel dat. Ja. Ja. Um, op het moment dat aan ons gevraagd wordt, uh, we hebben een arbeidsmarktcommunicatiecampagne nodig en we gaan dat afpellen, ja. Ja. En we komen erachter van, ja, maar dan moet je eerst... moet je identiteit sterk genoeg zijn... en eerst moet men zich verbonden voelen met elkaar binnen het notariaat. Want de ene notaris is de andere niet. Je hebt ze op de Zuidas en je hebt ze in het dorp zitten. Um, en de opdrachtgever die gaat daarin mee... Die, heeft, die geeft het vertrouwen dat wij zeggen... we gaan geen arbeidsmarktcommunicatiecampagne doen... maar we gaan eerst aan je identiteit werken. En dat... Pakken we vast en we maken, vertalen dat in zo'n spiegel, waardoor men zelf ook in één keer weer voelt: Wat oh, is waar? Dat is waar. Ja, ja, dan ja. heb je een goede basis ja. waar je op kan doorontwikkelen. Ja, ja. En die eigen wijzigheid heb je af en toe ook nodig van een bureau. Um, als een bureau zegt: ai, AI, sir, we gaan precies doen wat u zegt, dan heb je een bureau wat heel gewillig is en dat kan misschien ook heel goed werken voor je. En soms heb je gewoon. Ja. Uh, ja, ja. Een bureau nodig wat koppig optimisme heeft. En die zegt: van. Moeten we moeten er eerst op deze manier naar kijken. Uh, en een goed bureau. Die laat het dan vervolgens los. Ja. Omdat alles is op zijn plek. En hier heb je alle materialen waar je verder mee kan gaan. Maar het want moet regie, natuurlijk van jou zijn. Ja, maar, nou, jij nou, nou, bent precies, Want dat, dat leek mij het belangrijkste. Dat, dat die, die spiegel die je voorhoudt. Weet je, dat eh, 100% mee eens. Dat, dat, uh, je schrikt er soms van hoe mensen. Uh, het, ja, eigenlijk de blik van de buitenwereld kwijt zijn. Uh, terwijl als je als je gaat rondvragen, is, is het, ja, in de meeste gevallen is het er valt een prachtig verhaal over te vertellen. Alleen dat doen ze nooit meer. Ja. Uh, maar juist het, het gevaar is van ja, maar jongens, um, uh, als ik alles door een bureau moet laten maken, ja, dan, dan, dan gaan we failliet. Weet je, dat, 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 ja, dat, dat kan niet. Nee, nee, maar of, daarom vind ik nee. die laatste die jij zegt, vind ik vind ik erg belangrijk. Van, het is uh, regie voeren, het is verhaal maken, het is de de, de. De, de strategie uitzetten en dan kijken waar je nog steeds toegevoegde waarde biedt. Ja, en, en, en eerlijk gezegd, dus als je ook praat over vakmanschap, een goed creatief dan praat je ook over die eerste lagen waar echt de toon ja, gezet ja. wordt... waar het gevoel ontwikkeld wordt. Da daar zit ook echt de, de meerwaarde van briljante copywriters, beeldemakers... Die iets onvervreembaar eigens. Want dat, dat is gewoon ook heel moeilijk. Want dat optellen. Je kan al die losse dingen doen. Als je al continu een ander pratend hoofdje. wat dan de onderkant een beetje is. continu praten over dat wordt nooit van jezelf. Maar wanneer, wat, wanneer krijgt het een eigen toon. Ja, waarop ja. je van, van een kilometer afstand. zegt. hé, hey, daar zijn ze weer van. Ja. van afans. of van. van ja, ja en, dat, en, en dat vind ik het interessante. Um, aan, aan deze tijd. Deze tijd van krapte. Weet je, dat. dat um, het fenomeen zichtbaarheid, zorgen dat je zichtbaar bent als werkgever om die optelsom in het hoofd van die andere persoon te bereiken. Dat wordt een heel ander speelveld nu. Want waar je de afgelopen jaren als, als werkgever op eigen kracht een heel eind kwam. Met, met nou ja, weet je vanuit content gaan delen, eigen mensen. Weet je, dan kwam je soms best een heel eind. Op de huidige arbeidsmarkt moet je gewoon veel harder je best doen om überhaupt in beeld te komen. En dat is natuurlijk iets waar... Je, waardoor je ook weer anders naar creativiteit moet gaan kijken, want dan is het, nou ja, de, de, de authentieke content die je voor een deel zelf maakt en die je via eigen mensen deelt. Ja, dat is in veel gevallen niet genoeg. Ja, meer. Er zit, er zit, en weet he? je wat ja. zo leuk is? Dat um, als je voorheen kon kon dat inderdaad, want dus jezelf kon je content maken. Dat deed je dan vanuit je eigen ja. wereldje. en dan ging je uh, testimonials maken en dat deed je via ja. je eigen wereld. Exact. Dat, 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 je kwam er heel eind. Ja, toen wel, omdat dat kon je met eigen media doen. Maar dan bereikte je ook alleen maar het kringetje... om jouw eigen uh, organisatie heen. Dus en die, ja. die kring die moet groter worden in ja. ieder geval. Daarnaast is het zo dat iedereen doet dat. Mm. Dus er zit geen onderscheidend vermogen mee. Eens, eens. En dus, um, je bereikt er geen breinpositie mee. Nee. Dat is, je moet, ergens moet je een breinpositie ja. gaan veroveren natuurlijk. Um, mm. En het de derde uh, probleem is dat we kunnen jou ook niet meer uh, achter je najagen, omdat wij weten wie je bent. Uh, uh, omdat jij je cookies achterlaat. Ja, die precies. cookies, die, nee, we, we kunnen jou rijden. niet nee. meer vastpakken. Dus op het moment dat ik maar hard genoeg en vaak genoeg. gewoon een salesboodschap naar jou stuur. en koop dit, koop dit, koop dit. Koop dit ga je het ergens wel een keer overwegen. Dat gaat niet meer. Nee. Dus we moeten het eigenlijk weer hebben van. die uh, bijna ontastbare vonk. die we met creatie moeten gaan nee, we weer moeten overbrengen. Weer, ja, ja. ja je, Eigenlijk moet je weer wat harder je best gaan doen om die aandacht te verdienen. Ja, dat is leuk. Nou natuurlijk. Ja, maar, ja, maar, ja, maar dan zijn we. En dan, Jo, dit lijkt echt net een onwijs goed gestructureerd gesprek. Want uh, dan zijn we echt weer terug bij het begin van de vorige aflevering. En dat is: wat is er typisch aan nu en wat is er altijd al zo? Dat, 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 ik vind nu hè, de zichtbaarheid en je best doen voor de aandacht. En daar dus ook goed gaan bepalen: hoe gaan we op het onderscheid zitten? En mm -hmm. waarom zouden mensen ons überhaupt moeten onthouden? Waarom zouden ze onze vacaturetext wel moeten gaan lezen en die andere? Dus mm -hmm. allemaal dingen die gepasseerd zijn. Maar dat vind ik wel een mooie naar nu. Weet je? Dat, dat vind ik echt wel nu aan de hand. En dan ben ik wel benieuwd hoe dat zich de komende tijd gaat, gaat ontwikkelen. Maar dat is misschien, misschien dat we daar, en dan pak ik hem eventjes op. Want ik heb nog twee vragen die, die, die branden om ook uh, deze aflevering een beetje te gaan afsluiten. Want we hebben nu een rondje gemaakt door het vak. We hebben al niet alles besproken, maar hey, wel veel. We Heel veel. Marsel. Kom maar, um, kom ik kom op Nee, maar hij is, hij is ergens wel. Een, uh, we zijn een klein beetje rond, want we zitten weer bij de, uh, nou ja, de, de, de huidige situatie. Um, ik had jullie ook gevraagd om één vraag aan elkaar te stellen. En dat lijkt mij wel leuk, als je allebei zo nadrukkelijk met je eigen bureau en je eigen uh, klanten bezig bent, als je weet dat je met elkaar aan tafel zit. Wat willen jullie nou van elkaar weten? Dus dat, daar wil ik bewust even het laatste stukje van de aflevering aan wijden. Dus Ton, wil jij uh, je eerste vraag stellen? Ja, zeker, zeker, ja. Ronald. <laughs> Ton, moet ik, moet, ik hier, moet ik hier later een soort Jan van Veen-Kendel muziekje onderzetten of niet? Ja, dat, is... ja, dat lijkt wel leuk. Nee, wat ik leuk vind is gewoon, uh, we, we staan in dit vak, we zijn hier bezig, vol passie. Um, je bent een, een mooi bedrijf, uh, heb je daarin, die, die allerlei dingen met klanten doen. Um, maar wat is er in de komende vijf jaar jouw droom? Wat zie je ontwikkelen en wat is de rol in die droom misschien ook juist de rol die je wil spelen bij je klanten? Ja. Uh... Daar hebben we het wel eens over met uh, het MT, <hacht> wat wij dan de tafel van zeven noemen. Uh, en dan beginnen we altijd bij onszelf. Wanneer, zijn wij nu, wanneer vind je nou van jezelf ja, ja. dat je. Uh, uh, dat je schaafs hebt gekregen. Ja, ja. dat je gelukkig ja. bent of dat ja. je succesvol bent. Ja. Wat, wat, wat is het nou bij jou? En uh, wat gaan we dan meenemen in het bureau Kaliber? Stel dat. Uh, nou, alles kan. Carte blanche. Uh, Vestiging in New York, moeten we 200 man groot worden? Moeten we een, een eigen vliegtuig hebben of zo? Wat, 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 wat willen we? We hebben een carte blanche. Uh, en het leuke is dat iedereen dan terugkomt en zegt van... ja, ik wil meer ontdekken. Ik wil beter worden. Ik wil... Uh, uh, we moeten nog wat, wat, wat nieuwe dingen... Uh, liggen er nog die we ons eigen moeten maken. Dus de droom is eigenlijk... dat je steeds meer conventies kan loslaten... Um, Tijd geleden hebben we gezegd van ja, sommige dingen die moeten wij maar eventjes niet meer naar de markt uitzenden, want de markt stapt dat eigenlijk niet zo heel erg goed. Dus we moeten een klein beetje binnen de spelregels van wat heerst uh, moeten we gaan opereren. Maar dat past eigenlijk niet zo goed bij ons karakter. Omdat Tommy, ons grote voorbeeld, dat jongetje van zeven jaar wat uh, uh, heel ontdekkingsdriftig is, ja, die, die, die houdt zich eigenlijk op dat moment ook nog niet aan spelregels. Die uh, Doet de eeuwige, daarom... eeuwige blik, de eeuwige frisse ja. blik. Ja, dus ja, maar die, die, maakt ook, die maakt ook blunders. Dus die komt thuis met een kapotte knie en een knikker in zijn neus... omdat hij is de wereld aan het ontdekken. Nou, de wereld is op dit moment zo leuk en interessant in beweging. Ook met zijn negatieve kanten. Maar ook als het gaat over interactie, hoe we met elkaar omgaan en dat soort dingen. Wij moeten... Uh, dingen verprutsen. We moeten ontdekken. We moeten ook experimenteren. Om daar uh, een soort nieuwe waarheid in te vinden. Dat is de grote droom. Gewoon. Uh, die dat vertrouwen hebben. En dat lukt steeds beter. We krijgen steeds meer vertrouwen van onze opdrachtgevers. Die zeggen van ja, joh, dit is mijn probleempunt. Uh, hoe zullen we dat eens gaan oplossen? Ja, dat is, het, dat is het hoogst haalbare. En als je dan ook nog eens een keer een beetje. Uh, een soort rol van betekenis speelt. En een indruk achterlaat op een positieve manier voor de mensen die hier zoal rondlopen, zowel bij ons als aan opdrachtgeverskant. Nou, dan ben ik best wel blij. Meer, hoeft, meer dan dat hoeft het niet te zijn. We hoeven geen vestiging in New York. We krijgen vliegtuiggoeken. <laughs> nee, dat hoeft niet. Zeg nog zijn. niet. Sarah te, te behouden. Nee, uh, nee, nee, ja, nou, nee, we, wij hoeven ook niet per se Sarah te behouden, <laughs> nee. want uh, dat zou heel egoïstisch zijn. Maar dat Sarah op deze manier uitvliegt. omdat ze geïnspireerd is ja, door Tommy. ja, 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 ja dat, dat is vind ik mooi. Ja. Ja. Oké, okay, jeetje jongens, dit is makkelijk. Vind je het makkelijk? Een podcast maken waarbij mensen elkaar vragen. Zo, dat, <laughs> <laughs> dan ga ik even nadenken of ik daar niet wat meer van. want dan, kan je gewoon lekker, dan ben ik een soort geluidsman. Maar erg leuk, erg leuk. <laughs> nou, als jij zo meteen je spulletjes laat staan naar huis gaat, maken wij de derde aflevering nog even af. <laughs> Um, nou ja, andersom, andersom precies hetzelfde. Als ja, je, nou, uh, ik zou heel graag van Ton willen weten... wat is nou de grootste fout die jij gemaakt hebt... die het meest waardevol voor je is geweest? Oh. Zo. Het <laughs> <Ook laughs> ja, leuk ik, om stil te storten <laughs> van me, ja, maar ja, ik denk, het ik denk, ik kan me voorstellen dat je wel eens fout. een keer ja. iets... Oh, een fout hebt gemaakt, iets verkeerd ingeschat... of wat eigenlijk heel goed uitpakte... Nou, wat eigenlijk, ja, eigenlijk maak je natuurlijk elke dag fouten. Hè? Uh, dat is eigenlijk, ik heb een mooi persoonlijk mantra dat heet: pijn is fijn. Oh. en dat is, eigenlijk, dat is, een, dat is het omarmen van fouten, het omarmen van crank, van, van spanning. Yeah. Uh, omdat het niet om naar een ander uh, iets te doen, maar naar jezelf te kijken. Het yeah. is dus wat voor mij eigenlijk een, een, eeuwige, een eeuwige worsteling is. Ik, ik ben een. Uh, is eigenlijk van strategie naar creatie. Dat vind ik het moeilijkste in dit vak. En dat, is eigenlijk, dat geeft ook met regelmaat pijn. En dat maakt ook dingen fout. Ja. Dat heeft ook met, met de, de. En dat is eigenlijk de interface tussen wat je rationeel. En ik, ik noem mijn vak altijd in managementtaal omschrijven. wat de essentie is. Maar daarna moet het in, in een, door een soort trechter naar de creatie. En hoe pakken we dat op? En met name die keuze maken. Dat, dat is denk ik voor mij persoonlijk ook heel moeilijk. Dus ik moet... Ik moet... Welke, wat voor keuze? Wat nou, de keuze dan? is waar, waar gaan wij ons... aan welke essentie gaan we het verhaal ophangen. Ja. Dat zijn er bij, bij mij altijd nog twee of drie... waarvan ik denk, ja. nou, verken dit. Ja. En creatie zeg je, geef er maar één. Want anders ga ik... Ja. En, en dit, dit, maar laat ik zo, dit, is gewoon, maar dit is gewoon een eeuwige challenge. En is dit fout te maken? Nee. Dit is strompelen omdat het maar nogmaals iemand die dit goed kan uh, welkom die mag uh, vandaag solliciteren en, uh, uh, die, <laughs> dus. maar stel dat er iemand is die dat goed kan ja hij, hij, ik zou je hebt toch, 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 toch. maar je ja, hebt graag. toch eigenlijk die strijd altijd een beetje heel, heel. Nou, het niet dat altijd ver, onder, ja dat voor ik ook, dat veronderstel ik ook ja. als jij als jij drie dingen benoemd hebt van je zegt van ja jongen dit deze, deze zijn allemaal ja, of geweldig. twee interessante onderzoeken over de rol en over de, ja. de, de cultuur hè, ja. van van over de, uh, ja, de, in en er, de wereld er zijn natuurlijk ook een aan, je kunt een campagne maken op meerdere maar eigenlijk uh, vraag je uh, aan invloed. creatie om te kiezen tussen jouw drie kinderen in dat geval exact nou ja, dat, dat dat blijft <laughs> toch altijd je pijn kinderen worden <laughs> de nek omgedraaid die komen in de ja. tweede en de derde laag wel op orde. Maar ja. laat, ik zeggen, laat ik zeggen, ik ben nooit uitgeleerd en daarom is dit vak ook zo leuk. Ja. En, leuk. En, en dit is ook gewoon spanning. Dit is ook gewoon uh, je best doen. En, en het is ook natuurlijk raas moeilijk om zo'n bedrijf te raken in één, in één ja. klap. Ja. Je, ben je er goed in? Ik vind het zelf wel. Goed in wat bedoel jij, Ronald? In. Nou, in ik ben in ik ik werk, vind zo, Ja, ik vind ik vind mijzelf gelukkig heel goed. Anders zou ik het nooit zo enthousiast kunnen. Ja. Ik vind mijzelf echt. Maar ik maar ik weet ook dat het hè, Dat het ook iets wat je samen. Waar ik heb mensen echt nodig. Vind ik misschien het allerleukste ook in mijn vak. Ja. Ik ben in één ding heel goed. En Mike is in andere dingen heel goed. En Maarten en Peter zijn weer in iets heel anders goed. En samen maken we iets. Ja. Dat vind ik het allermooiste. En ik kan niks zonder die gasten. Helemaal niks. Waar ja, uh, ik goed in ben, dat stukje. En het grappige is dat dat weer Doch. onwijs ja. bij dat gekke vakgebied employer ja, bent. Nou ja. Zoals we het net omschrijven. Ja, zeker dus dat, vanuit onze ja. invalshoek, ja. gewoon dat grijpen van dat verhaal. Ja. Nou, het, het leuke is dat dit natuurlijk, dit, wat, dit is een beetje een uitprobeer van. En wat zou je aan elkaar willen vragen? Maar ik vind, ik vind het wel erg leuk. En ik had het idee om dit rondje dan af te sluiten met ook nog een vraag van mij aan jullie... Maar die ga, ik ga hem wel stellen, maar het antwoord is zojuist al gegeven. Want mijn vraag zou zijn: hoe voorkomen jullie dat je oude mannen in dit vak wordt? Weet je wel? Hoe, hoe zorg je dat je bij Je kunt je niet oud worden, Dat heb je net Neem als je mee wil kijk Wat een grappige. Wij worden iedere, we, iedere week gechallenged. Ja, we moeten met drie bureaus ja. of met vier bureaus even. Want je moet een verhaal. En als dat verhaal niet. Nee, oh, niet, niet inspireert, dan, dan stopt je bureau. Ja. Dus dat is heel... Zin. Of, nou ja, of je dus... moet andere mensen, dan ben je zelf eruit. Uh, ja, en, en de veelheid aan mensen waar je mee omgaat. Ja, ja. jongens, dat is... Ja, en dat de jonge is, gasten die... Ja. Uh, ja, ja. Mooi. Dus, nee, dus, uh, nee, dus die, die vraag die, uh, die, die was die op antwoord. <laughs> Oké, okay, laatste ronde. De allerlaatste ronde. Want ik heb al een keer de laatste ronde gezegd. Volgens mij, ik wil afsluiten met een praktisch rondje. Ik wil als mensen... Dit uitgeluisterd hebben, hebben ze echt een prestatie van formaat geleverd. Ja, dat is, is goed gedaan, jongens. <laughs> ik wil me. de mensen op twee manieren. Uh, met een, ik wil ze belonen met een praktische tip. Ik wil jullie op twee vragen stellen. Volgens mij had ik deze van tevoren niet gesteld, dus ik ga je lekker voor het blok zetten. Ik wil dat jullie twee mensen in gedachten nemen en die je een tip geeft wat ze morgenochtend hiermee gaan doen. En de eerste persoon die is verantwoordelijk voor. Uh, uh, die is verantwoordelijk voor het employer brand in een grote organisatie. En de andere persoon die doet in haar eentje recruitment en employer branding bij een zorginstelling. En ik wil dat je allebei de mensen één tip geeft waar ze morgen mee aan de slag kunnen gaan vanuit employer branding. Dus, geachte heer Van Schaik, hmm. wat is jouw tip aan deze twee mensen? Begrijp me goed, het mogen dus twee verschillende tips zijn hè? Ja, dat moet ook. De eerste persoon is iemand die zich bezighoudt met employee branding. In een grote organisatie. In een grote organisatie. Um, ik denk dat het een ongelooflijk goed idee is. om. Um, even naar een andere plek te gaan. En gewoon eens voor je uit te schetsen. hoe nou die hele organisatie in elkaar steekt. Uh, en wat je zou kunnen doen om het anders te organiseren. Wat zijn de knelpunten waar je steeds tegen aanloopt en kan je die weer leggen? Uh, ik denk dat dat heel verhelderend is als je dan ook voor jezelf bedenkt, als ik hier aan ga werken, wie, wie ga ik dan, met wie ga ik dan um, even sparren? Los van de knellende vraag die je krijgt vanuit de business, de gillende behoefte aan mensen, uh, neem een paar dagen om daar gewoon eens eventjes over na te denken en eventjes uit die... Hectiek te stappen, uit te zoomen. Ja. En het dan opnieuw te construeren. alsof alles kan. Um, en daarbij is het volgens mij ook heel lekker. als je te raden kan gaan bij wat vakgenoten. en ja. wat ook lotgenoten zijn. Ja. Dus uh, dat ja. zou, wat mij Hoi. betreft, in ieder geval een tip zijn. Voor de recruiter, um, die inder eentje. Uh, werkzaam is bij een zorginstelling. Het is wel een hele moeilijke, omdat ja zorg, daar is de krapte natuurlijk vreselijk. In je eentje moet je zoveel uh, ballen tegelijkertijd in de lucht houden. Um, ik denk dat het enerzijds is het um, ook wel probeer heel even te stoppen en uit de hectiek van alle dag uh, te stappen. Om eventjes uh, je te hergroeperen. Um, en... Ik zou uh, weet je wat, als er iemand is die luistert in zo'n si soort situatie, uh, meld je en dan gaan we gewoon eens even een ochtend gaan we gewoon, uh, brainstormen erover. En dan denk ik dat als we net een, 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 een stapje dieper gaan in de materie. Dan, dan komen we echt wel weg met een, een paar goede ja. uh, richtingen. Dus dit is open leuk. invitatie. Ja, open invitatie. Nou, kan ik ga ja. ik ontdekken of er überhaupt mensen naar die podcast luisteren? Dat, uh... het, uh, ja, precies, precies. <laughs> Oké, okay, hartstikke leuk, hartstikke leuk. <laughs> nou, Ton, jij hebt ja, denk ik Ook om gehad... een keuze te maken, ik heb net stelt dat kiezen zo moeilijk voor ja, Maar Ik moet uh, kiezen. Nou, in in een groot bedrijf denk ik, als je uh, het employer brand onder je hand hebt, uh, dat je tijd moet nemen met één of twee directieleden om uh, met elkaar te spreken hoe wij hier een briljante club gaan maken en dat jij een, uh, het verhaal beter wil maken, want dat het nog niet naar je zin is, dat je het wil en, en wat zij daarin gaan betekenen of wat zij willen. Wie, wie willen zij over vijf jaar zijn en hoe gaan we elkaar daarin pakken? Dus ik zou zeggen uh, tip 1 is ga dat gesprek aanpakken, claim die tijd en zeg anders ontsla, anders stap ik op. Gewoon, noke, echt gewoon niet niet op soep, soeperen. Zo. Het tweede, voor goeie. iemand die in een kleine club zit, uh, maak zo snel mogelijk een team. Want alleen is niks. Ja. Uh, dit is een vak met, met vrienden en, en verbindingen, dus uh, je moet zeker naar Ronald. Dat zou uh, de tip van... Uh, de, uh, en als Ronald in Utrecht, als je toevallig in Rotterdam, dan staat bij ons ook uh, de koffie altijd klaar. Ja, hier, twee open. Maar uh, ja, daar zou ik zeggen, bouw je coalitie. Dus toch ook, en, en, en uit, trap, trap uit je dagelijkse shit. Want dat is inderdaad de grote manco van geleefd worden door de terreur van de vacature. Dus stap, pak, nee, de tip is één dag in de week niet operationeel. Eén dag in de week denken ja. en niet doen. Eén ja. dag in de week denken en dat doe je met mensen, met afspraken, met extern, met, met intern. En bouw, bouw ook strategisch. Want, want dat rennen achter de feiten is niet het slimst. Dat is, dat is geen employer branding, dat heet sukkelen en recruitment. Die coalitie vind ik een hele goede. In je eentje is het ongelooflijk moeilijk om zo'n strijd te kunnen, ja. kunnen winnen. Ja. Oké, okay. nou heren, dit uh, erg leuk laatste rondje zo, want dat uh, gaan we merken. Briljante we vragen, nee. ja, dit is um, goed veroorzaakt. We zijn rond. Uh, zijn we klaar met dit onderwerp? Nee. nee. Gaat dit onderwerp de komende tijd nog vaker op de agenda Eeuwig. staan? Zeker weten. Uh, is het een mooi onderwerp? Nou, ik vind het van wel. Ik vond, ik vond het leuk en ik heb er nu weer uh, heerlijk twee afleveringen over zitten praten. Dus uh, uh, alleen daarvoor al dank je wel uh, uh, aan beide heren hier aan tafel. Ik hoop dat het voor thuis uh, uh, nou ja, het luisteren waard was als je hier bent, want dan heb je flinke uh, uh, tijdsinvesteringen gedaan. Ja. Maar ik denk dat het uh, dat het een goede is. En dat het uh, hopelijk smaakt naar meer. Want ja, dit, uh, dit vakgebied gaat nog wel eventjes door. Dus uh, hartstikke bedankt voor jullie tijd op deze ochtend in Utrecht. Uh, Onwijs veel succes. bedankt voor jouw geweldige uh, show. Ja, maar show. Marcel. Dit is echt helemaal serieus ja. jongen. Je bent ja. hier nou jaren mee bezig. Dit is echt. Echt onwijs leuk hoe je ja, dit doet. Nou, het dus leukste dank is... Dank je wel voor dit platform. Ik kan niet ja. anders zeggen dan heel graag gedaan. Want het is elke keer ook zo leuk om te maken. Dat is, dat is precies de reden waarom ik het ook uh, al... Uh, dit is aflevering, wat hebben we gezegd? 53 en 54 worden dit. Hè? Dus, hmm. dus uh, we zitten aan een flinke serie. En het, dat en ik komt vertrouw omdat, een uh, beetje op jou voor de collectieve wijsheid. Hè? De nou, boek, het, dat boek van je natuurlijk. Maar ook de, de uiteindelijk de opteelsom... het boek met nog meer letters. Ja. En waarom je nog breder en nog... Betere verbanden intrekken, Daar ja, zit de, ik op te wachten. Dus. De optelsom is, is heel leuk, maar vooral ook ja, weet je, de energie van die gesprekken, dat blijkt nu ook weer. Dat is, uh, ja. dat is erg leuk. Dus uh, nou, uh, dank voor de mooie woorden. En twee scriptanten. Jullie... Jij moet twee scriptanten in, inzetten. Die, die de hele meta-analyse van al die gesprekken doen en daar een boek over schrijven. Ja, ik wacht al een paar jaar tot YouTube en Google daar een beetje handiger in worden. Maar dat uh, ergens tussenin gaan we uitkomen. Dankjewel, jongens. Voor de, uh, we gaan de microfoons uitzetten. Ik weet niet of we stoppen met praten, maar dat, uh, daar hebben de luisteraars niks meer mee te maken. Uh, dank voor het mooie gesprek. Succes met, uh, met beide bureaus en uh, nou, we blijven elkaar zeker volgen. Dank je wel, Marcel. Ja, Leuke uh, leuk. albraad. Tot zover deze aflevering van Hier is AMC. Bedankt voor het luisteren. Je kunt je abonneren op deze podcast via SoundCloud, Spotify, Stitcher of iTunes of op welke manier jij je podcast ook binnenhaalt. Ze staan ook op YouTube voor als je nog niks met podcast doet, of als je graag video erbij wil zien. Alle info staat op de site, hier is AMC.nl, en de podcast is ook te vinden op Instagram. Tot de volgende keer.